Hallo jongens en meiden, wat leuk dat jullie er zijn. Ik ben hier weer met mijn leesvriendje Sam. Ja, oh zo leuk meester Sander. Mag ik vandaag weer een boek uitkiezen uit mijn boekenkast? Nou Sam, het leuke is, ik ben al eens gaan rondkijken in jouw boekenkast. En ik heb een super tof boek gevonden. Kijk maar, Boerderij Kleuren met Water. Een superleuk boek en we gaan alles leren over de boerderij. Wow, dat ziet er leuk uit, meester Sander. Ja, maar we hebben nog iets nodig. Natuurlijk, water en je kan ook een kwast gebruiken. Maar het kan ook gewoon met je vingers. In het boekje ontdekken we samen met de poes de boerderij. En jullie moeten raden wat er achter de witte vakjes zit. Kan je dat, Sam? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ik kan niet wachten. Laten we beginnen. Kukkeleku! De haan kraait. Goedemorgen, wakker worden. Als de zon opkomt, begint de dag op de boerderij. Maar Poes is nog moe. Nou, ik wil nog even doorslapen. Zie je dat, Sam? De poes wil nog even doorslapen. Zie jij wat er nog meer op de boerderij is? We gaan van links naar rechts, net zoals dat je leest. Oh, mag ik dan de kwast? Ja, jij mag de kwast vasthouden en hem in het water dopen. Kijk, ik heb hier het water en doe hem er maar in. Wat denk je dat hier te zien is? Laten we kijken. Oh ja, dat wordt een bloem. En in de boom, ja volgens mij zijn dat appels. Oh, zo leuk dit. Ja, dat is de schuur van de boerderij. Heel goed gezien, Sam. Natuurlijk is er op elke boerderij een schuur. Laten we snel naar de volgende bladzijde gaan. Miauw, mag ik hier een dutje doen? Vroom, boer komt de kippen voeren. Zou Poes even mogen wegdommelen in het kippenhok? Wat denk jij, Sam? Nou, ik weet het niet hoor. Maar ik zie nog helemaal geen kippenhok. Ja, misschien zit hij wel verstopt onder de witte plaatjes. Ga jij ze maar tevoorschijn toveren. Meester Sander, hier staan letters. Ja, ik zie het. Dat kan ik ook nog voorlezen. De boer zegt iets. Er staat... Nee, Poes, het hok ligt al vol met eieren. Oh, zie je dat ook? De poes mag natuurlijk niet op de eieren gaan liggen. Nou, mag ik hier een dutje doen? Poes ziet een beschut plekje in de moestuin.
Misschien mag ze hier slapen tussen de planten. Sam, wat zie je allemaal? Nou, ik zie een heleboel dingen onder de grond, maar ik zie nog niet wat het is. Ik ga het eerst tevoorschijn toveren. Ik zie een worm en ik zie een wortel en volgens mij een radijs. Oh, zo lekker. En in de lucht zijn er allemaal vogels en vlinders. En ik zie nog veel meer dieren. Jullie ook? Ja, een varken en ook een konijn met een wortel. En die zegt... Meester Sander, kan jij dat voorlezen? Tuurlijk kan ik dat voorlezen. Nee, poes. Wij zijn hier nu lekker aan het knabbelen. Oh, de poes mag ook niet in een moestuin liggen. Miauw, mag ik hier een dutje doen? In de wei begroet poes de koeien. Misschien mag ze hier even snurken in het zachte gras. Oh, ja, dat zou een lekker plekje zijn. Nou Sam, ik ben benieuwd of het mag. Misschien staan er wel weer letters onder de witte vlakken. Ga jij ze tevoorschijn toveren? Ja, ik kan niet wachten. Ik heb weer letters gevonden. Ja, ik zie het. Er staat, nee poes, ik moet nu de koeien melken. We zijn alweer bij de laatste bladzijde. Zou poes hier mogen slapen? Miauw, mag ik hier een dutje doen? Het wordt al donker als poes bij de stal aankomt. Misschien mag ze hier rusten. Oh, de stal, dat zou een goede plek zijn voor de poes. Ja, oh, ik ga snel al het witte nat maken. Zo kunnen we zien of poes hier mag slapen. Thank you.
zijn allemaal dieren in de stal. Ik zie een paard en de poesje. En er staat... Miauw, natuurlijk. Kom maar snel in ons warme nestje. Oh, gelukkig. Oh, zo fijn. De poes heeft een plek op de boerderij gevonden. En we hebben heel veel gezien op de boerderij. We hebben de schuur gezien. We hebben de moestuin gezien. We hebben het kippenhok gezien. En natuurlijk de stal. En heel veel dieren. Weet jij nog welke dieren er allemaal op de boerderij zijn? Ja, een heleboel, Sam. Wat hebben we ook alweer gezien? Koeien, kippen, de haan, poezen natuurlijk, een konijn. Weet jij welke we nog vergeten zijn? Ja, inderdaad. Nou, wat goed van jullie zeg. Oh, zo leuk. Ja, nu is het boek uit, Sam. Ah, kan ik hem dan nooit meer kleuren? Nou, jawel. We laten hem gewoon drogen en dan kun je het gewoon nog een keer doen. Oh, yes. Superleuk. Ik zet hem te drogen in mijn boekenkast. Ja, wat een goed idee, Sam. En wil jij nou Sams boekenkast ook zien? Ja, ga dan kijken bij de boekhandel bij jou in de buurt. En wie weet vind je Sam daar wel met al zijn vriendjes. Zien we jullie de volgende keer weer? Ja, dat zou leuk zijn. Doei! Doei, tot de volgende keer!